De Graafseweg is weer open, maar nu is een andere Nijmeegse verkeersader op slot. De Heijndaalseweg is sinds maandag een maand lang in één rijrichting afgesloten. Tussen de Groesbeekseweg en Groenewoudseweg kan autoverkeer niet van zuid naar noord rijden. Voor fietsers zijn de twee richtingen nog wel beschikbaar. De weg wordt opnieuw verhard en veiliger gemaakt en die werkzaamheden zijn naar verwachting op 2 oktober afgerond.